die mag oversteken en die gaat naar de overkant. En die gaat zijn nieuwe partner ontmoeten en dat is Tessa. Ja. Hier aan deze kant gaan Roy en Oscar, die gaan samen wisselen van partner. U mag naar de overkant wandelen. Ja. Nee, de dame blijft staan. En u ontvangt een geheel nieuwe partner, een heel fris finale die er bestaat. We hebben 3 juryleden, die zijn op... That you understand very well what you have to do this afternoon, yes. Okay. Juryleden, gaat het goed? Ik heb een beetje idee of moeten we nog maar even wat, moeten we even wat verder doen? Hebben we nog een favoriete dans die we zouden willen zien? Woogie woogie, Jive, gaan we even spelen swingen, ja? Hey, the donkey! Maar ze hebben nog niet door, het gaat niet om goed dansen, jongens. Het gaat om entertainment, boys en girls. En als het zo loopt, als jullie zo doorgaan, dan gaat die Italiaanse mafkees met die beker weg. Kunnen we niet hebben? Gaan we niet doen. Jullie hebben nog 1 dans te gaan. Maar ik hoor dat. Oh, not in English, not in English. Oké, jongens, jullie laatste kans om het te laten zien. Het gaat om entertainment. Voor jullie allemaal de Rumba.
Dat kunt u laten zien. We zetten een quickstep om. We laten ze ronddansen. Als uw favoriet voorbij komt, schreeuw naar ze laten horen. Beïnvloed die juryleden door te laten horen wie uw favoriet is. Ja? Als ze langskomen, komt die quickstep. Blijf zo staan. Stella, jij hebt de beetjes al gekregen. Heb je nog overlegd met de juryleden? Was het überhaupt nodig? Ja, niemand. Geloof ik helemaal niks van. Ja, oké, jij weet het. Ja? Oké, dames en heren. Stella gaat nu op de manier zoals Wiesbaden dat ook altijd deed. Zo'n beetje van links naar rechts lopen. Dus nooit in één keer verraden wie hem gaat winnen, dames en heren, gaat nu de beker gewoon uitreiken aan het winnende paar. Je skiles, ja. Ja. Come on,